Wij zijn CropTimize. Wij zijn 4 studenten van de Hanze Hogeschool. We hebben de minor ondernemen met techniek met elkaar gedaan. En hier kregen wij de opdracht om een bedrijf te gaan starten. Wij kwamen via een presentatie van 5 Groningen bij de Smart Potato. Uiteindelijk hebben we daar ook met z'n 4 een bedrijf van gemaakt. En we zijn nu bezig met het testen en het maken van een prototype hiervan. De Smart Potato is een apparaat wat de boer in staat stelt om onder de grond metingen te doen aan zijn veld. Temperatuur, grondvochtigheid en trilling. Deze waardes worden op dit moment gemeten middels paaltjes die in de grond ingaan. Het nadeel daarvan is dat ze in de weg staan. De boer moet ze manueel in en uit het veld halen. En 5G stelt ons op dit moment in staat om die meting naar onder de grond te verplaatsen. Waardoor het nog maar 1 handeling per seizoen is. Erin en aan het einde eruit. 5 Groningen heeft ons op verschillende manieren geholpen. Hun hebben ons geholpen met de subsidieaanvraag. Ze hebben ons geholpen om informatie te geven over 5G. En we hebben heel veel partners aan hun overgehouden, heel veel contacten. We werken samen met TNO, dat is vooral de informatie krijgen van hun. We werken samen met de Hanze Hogeschool. Wat studenten zoeken wat dingen voor ons uit. Dan hebben we Dell, die leveren service aan hun. En Vodafone, daar krijgen we simkaarten van en die zorgen dat het netwerk werkt. 5 Groningen heeft ons in staat gesteld om samen met hun subsidie aan te vragen. En omdat wij een studentenbedrijf zijn, was het zonder die subsidie niet gelukt om de Smart Potato te realiseren. Verder, de contacten die hun aan ons hebben geleverd zijn ook echt wel van groot belang geweest in de ontwikkeling.